Sportman, sportvrouw, 2007, Jurke van Asten of Pieter Driessen? Goedemiddag allemaal. Allereerst nog de allerbeste wensen voor degene die ik nog niet heb over kunnen brengen. Jurgen en ik maken er een combinatie van, dus het was in dit geval niet of, maar we doen het en. Ik zal in ieder geval het voorbereidende werk doen en Jurgen mag het afmaken. Ook dit jaar zijn we in november weer begonnen om te kijken wie de sportman of sportvrouw zou kunnen worden van Jonge Kracht. Dus het waren in ieder geval een hoop reacties en daaruit kwamen drie genomineerden. Keuze van mensen binnen de vereniging en derhalve ook meer dan terecht. En ik denk dat zeker gewaardeerd mag worden, zeg maar, en een eer om sowieso genomineerd te zijn. Zoals gezegd, in de categorie Sportman van Jonge Kracht 2007 zijn er drie genomineerden. De eerste genomineerde is jarenlang actief binnen Jonge Kracht. Na aanvankelijk actief te hebben deelgenomen aan het voetbalspel, lagen zijn ambities lange tijd op het bestuurlijke en organisatorische vlak. Echter het bloed kruipt waar het niet gaan kan en sinds enige tijd is deze man ook weer actief te bewonderen op het voetbalveld in het achtste elftal. Helaas zijn drukke werkzaamheden binnen zijn baan en enig blessureleed kenmerkend voor de afgelopen periode. De spelers van het achtste elftal hebben deze Jonge Krachter in hart en nieren genomineerd voor de titel Sportman van Jonge Kracht 2007. Omdat ze vinden dat hij, ondanks zijn drukke baan en ondanks alle andere activiteiten binnen Jonge Kracht, steeds zijn mannetje staat. Genomineerd voor titel Sportman van Jonge Kracht 2007, Theo Aaldering. De tweede genomineerde is een wat jongere speler. Hij maakt deel uit van het derde elftal. Al jaren voetbalt hij niet alleen, maar is zowel binnen als buiten de lijnen een echte regelneef. Hij maakt deel uit van de ploeg die de carnaval bij Jonge Kracht organiseert en draait regelmatig kantinedienst. Verder is zijn positieve instelling, aanvallende kwaliteiten en vooral ook de opkomst op het trainen en gewoon loyaliteit reden genoeg voor de begeleiding en de voetballende mannen van het derde elftal om Bas Bouwmeester te nomineren. Ja. En de laatste, de derde. Dit jaar speler van het vijfde elftal van Jonge Kracht, voorheen het legendarische vierde. Vandaag heeft hij de Abraham gezien, maar is er nog steeds een jonge hond in het veld. Hij heeft geen grammetje vet te veel om mee te dragen en dolt menig jonge tegenstander. Hij zou een vader kunnen zijn. Naast het wekelijkse optreden in het vijfde zet hij zijn beste beentje voort als trainer bij de F-jeugd. Enig organisatietalent is hem niet vreemd. Verder is hij vaste bezoeker van de woensdagavondtraining van de recreatieve elftallen. Reden genoeg om te nomineren voor titel Sportman van Jonge Kracht, Theo van Alphen. En dan wil ik nu Jurgen van Assen, de sportman van 2006, vragen om naar voren te komen om de sportman van 2007 bekend te maken. Ja. Dames en heren, zojuist heeft u gehoord welke drie spelers dit jaar zijn genomineerd voor de titel Sportman van Jonge Kracht 2007. De keuzecommissie heeft de voorkeur dit jaar laten vallen op een speler die al heel lang lid is van Jonge Kracht. Hij is geboren en getogen op Huissenzand. En het lidmaatschap van Jonge Kracht was dan ook niet meer dan een deel van zijn opvoeding. Aangezien ook zijn vader actief speler was bij de Rooien. Hij doorliep alle jeugdelftallen van Jonge Kracht, maar was daarna enige tijd geblesseerd. Hardlopen en concertbezoek namen de passie voor het voetballen tijdelijk over. Biljarten en grofkaarten in de oude Verlom stonden qua tijdsbesteding ook hoog op de ladder. Echter, het voetbalstel bleef aantrekkelijk. Nadat hij er lichamelijk weer een beetje bovenop was gekomen, werd hij weer actief speler bij Jonge Kracht. Tot op de dag van vandaag als Steven Rechtse. Ook houdt hij van lezen. Geen spannend boek, maar menig stuk proza over een gezonde levensstijl zijn de revue gepasseerd.
oefenstof om het voetbalspel te verbeteren, scoort ook hoog in zijn boeken top 10. De laatste seizoenen is hij weliswaar iets minder aanwezig bij de wedstrijden van zijn team, want de jongere garde bij Jonge Kracht vergt ook veel van zijn energie. Hij is nooit getrouwd, maar hokt al een kwart eeuw samen met zijn vriendin. Samen met hun zoons, beide ook actief lid van Jonge Kracht, vormen ze een gelukkig gezin. Vanaf vandaag weet hij ook waar Abraham de Mosterd vandaan haalt. Dames en heren, sportman van Jonge Kracht 2007 is geworden Theo van Alphen. Ja, ja. Ja, ja.